Het was heel lang haar. En dat het er zo, als een soort van waaier, de beroemde rode haar lag op de grond. Stond in zijn stoel. Het was natuurlijk wel een bijna dramatisch gezicht. Vroeger was dit mijn kapsalon en later heb ik het overgedragen aan Maroes van den Berg. Het moet in de 70er jaren geweest zijn. Dat ze dus begon met een nieuwe productie, Blauw Blauw van Hugo Claus. En dat ze binnenkwam en zei van, ik moet iets helemaal anders, iets korter of... Nou ja, in ieder geval, het is een grote beslissing. Maar daarom kom ik bij u, want ik weet dat u van theater houdt. Ze was daar erg toch ook gespannen over en ze wilde ook, ja, psychisch ook gewoon iets anders na zoveel jaren het dezelfde verschijning geweest te zijn, denk ik. Kunt u nog eens vertellen wat voor moment dat was in haar leven? Moeilijk. Na die hele tomatenactieperiode. Je wordt eigenlijk weggezet, terwijl ze toch een gevestigd gezelschap was. Wie je dan toch maar meedoet, of weet ik veel. Dan kan ik alleen maar zeggen dat ik me totaal mede verantwoordelijk voel voor wat de leiding van de Nederlandse Comedie doet. Ik zei, neemt u plaats, geeft u al een idee wat u wilt? Ja, ja, het moet wel wat korter, maar... Ja, het moet korter, maar het moet ook anders zijn, maar het is dan wel erg kort misschien. Ja, het wordt toch ook niet te kort? Ik zei, nee, het wordt ook niet te kort. En het moment dat ik zou beginnen, sta ik zo om die eerste inkeping te maken. En toen trok ze ineens haar hoofd even weg. Toen zegt ze, ja, ik wil nog, ik zei, nee, mevrouw Vogel, dat kan absoluut niet. Want ik ben nu begonnen en nu moet ik achter elkaar doorgaan. En, ja. Hoe bent u streng? Ik zeg, nee, helemaal niet. We moesten allebei lachen. En toen is het eigenlijk dus, ja, het ellevoogkapsel geworden wat ze dus al jaren heeft. Het was een nieuw begin.